In heel veel winkels in Wageningen kun je eerlijk winkelen. Je kan bijvoorbeeld je eigen verpakking meenemen en die laten vullen met de heerlijkste producten. De bedrijven waar je welkom bent met je eigen verpakking, die herken je aan de sticker. Neem gerust je eigen verpakking mee. En er zijn steeds meer van deze stickers in Wageningen. Heb je meer mensen die hier met hun eigen verpakking komen? Er zijn heel veel mensen die met hun eigen verpakking komen, ja. Ook gewoon met onze plastic bakjes. Ook met hun eigen bakjes, glazen bakjes komen ze ook mee. Leuk dat jullie daar aan meewerken. Ja, natuurlijk. Ja, we hebben alle kruiden los, dus ik kan het zeggen. Je kan gewoon wat je wilt. Oh, hoe ben je het eigenlijk? Hey. Goed. En het past ook nog. Nou, het zou leuk zijn als er natuurlijk meer mensen zouden komen met hun eigen verpakking. Ja, leuk. Nou, het is mooi dat het kan. Elk zakje is er één. Precies. De verpakking die je meeneemt kun je eerst af laten wegen en daarna vullen met jouw favoriete producten. Te veel keuze is ook niet goed, hè? Nee. Jullie dat vaker dat iemand met zijn eigen verpakking komt? Heel af en toe. Oké. Okay. Ja, dat is niet heel vaak. Nee. Nou, dan moeten we daar verandering in brengen. Fijne dag nog. Tot ziens. Wat vind je van het idee om je eigen verpakking mee te nemen? Ik ben groot fan van het idee van mijn eigen verpakking. Kijk eens hoe mooi mijn pompoenbrood in zijn zakje zit. Bij sommige supermarkten kan je ook handige herbruikbare zakjes kopen. Heb je veel mensen die hun eigen verpakking meenemen? Heel veel mensen, ja. Leuk. Nou, we willen het eigenlijk nog groter maken. Dus met die stickers hopen we in Wageningen wat meer bewustheid te creëren. Dus als jullie willen ophangen, worden wij daar heel blij van. Helemaal goed. Dat gaan we doen.